Goedemorgen gaf dokter Karwan Fateh Black een lezing over globalisering en ontwikkeling van vrije en onvrije arbeidsverhoudingen. Deze lezing werd georganiseerd door het Scholingsinstituut voor de vakbeweging in Suriname Civis. Dokter Karwan sprak met ons over de lezing en zijn onderzoek in Suriname. Kunt u even kort uitleggen wat u precies tijdens deze lezing heeft verteld? Ik heb geprobeerd om een beeld te geven van de ontwikkeling van vrije en onvrije arbeidsverhoudingen door de geschiedenis heen. Vanaf de vroegmoderne tijd, zo rond 1500 tot nu. En dat is natuurlijk heel erg veel, maar ik heb geprobeerd dat samen te vatten van wat zijn de tendensen richting vrijheid en de tendensen richting onvrijheid in arbeidsverhoudingen. En hoe denkt u dat dit van toepassing is op het werk van de mensen die vandaag aanwezig waren? Nou, wat ik hoop dat geschiedenis kan doen is toch inzicht geven, een beetje perspectief geven over hoe het anders is geweest. En hoe het dus ook in de toekomst weer anders zal gaan worden. En op die manier een beetje inzicht geven in de soort van krachten die daarin spelen op de lange termijn. Dat zijn misschien niet dingen waar je direct in beleid iets aan kan doen. Maar ja, toch een gevoel voor de lange geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen te geven. Wat denkt u van de huidige situatie? Hoe kunnen we hierop inspelen? Nou, ik weet te weinig van Suriname nu en de politiek en de vakbeweging. Maar ik denk dat het goed is om te zien dat er een aantal trends zijn. En dat globalisering en migratie daarvan de belangrijkste grote invloed hebben op de positie van werknemers, ook in Suriname. Ik heb begrepen vanuit uw presentatie dat u ook een onderzoek gaat doen. Gaat dat in Suriname zijn en wat houdt dat precies in? Ik ben de afgelopen 2 weken hier geweest om onderzoek te doen in het Nationaal Archief. En ik heb daar onderzoek gedaan naar slavernij in de stad in Paramaribo in de 18e en 19e eeuw. En ik wil graag weten... niet alleen hoe werkt de slavernij op de plantage, maar juist ook in die stedelijke omgeving. Omdat ik denk dat voor de naslepen, nawerking van dat slavernijverleden heel belangrijk is geweest. Vindt u, we hebben daar net zelf ook kunnen zien dat het een heel gevoelige topic is. Wat vindt u zelf hiervan? Is het moeilijk om onderzoek hierover te doen, vooral gezien de reactie van de mensen, de nakomelingen misschien? Is het een moeilijke topic om onderzoek over te doen? Nou, ik merk dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn in hun roots en hun eigen... hoe hun eigen familie tot stand is gekomen. En dat een soort van betrokkenheid is. Ik heb de hele tijd in het archief gezeten. En er komen iedere dag komen allemaal mensen die willen uitzoeken. Hè, wat deed mijn overgrootmoeder? Waar leefde ze van? Enzovoort. En dat geeft me eigenlijk heel veel input in hoe dat beleefd wordt. En wat voor relaties die mensen hadden. Enzovoort. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg waardevol. En natuurlijk is het is een heel gevoelig onderwerp. Maar ik moet me als historicus ook een beetje daarvoor voor afschermen en gewoon kijken wat ik in de archieven vind en daarover rapporteren. Ook Victor Jones, directeur van het Civis, woonde de lezing bij. Voor hem was het zeker een interessante ochtend. Wat vond u zelf van deze presentatie en wat heeft u hieruit kunnen leren? Nou, op de eerste plaats is het heel indrukwekkend geweest. Trouwens, u heeft kunnen merken hoe levendig de discussies geweest zijn. Heel belangrijk is verhelderend. Het is verhelderend geweest. Zaken welke voor ons nog een beetje duister waren of onbekend waren, zijn toch wel op een hele duidelijke manier naar voren gekomen. Zeker met betrekking tot een stukje ontwikkeling van arbeid en zeker ook de arbeidsverhoudingen. En wat heeft u zelf eraan overgehouden? Nou, in ieder geval met dit stukje inzicht zal het een totaal andere... Ja, je wordt op een gegeven moment, je voelt je ook totaal anders. Je hebt een zoiets van, je bent betrokken in de samenleving. Je meet veel te weten, totdat je met nieuwigheden geconfronteerd raakt. En bepaalde vragen toch wel beantwoord worden. Maar het geeft wel een prettig gevoel, omdat het gewoon verhelderend geweest is.